Hallo, wij zijn als eerste in de Benelux met dit toestel. Dit is namelijk de Sony Ericsson W995. Dit is het flagship toestel van Sony Ericsson. En daar zijn we natuurlijk erg blij mee dat we die als eerste in de Benelux mogen testen. Vrij kleine doos. Oh, we maken hem iets verkeerd open. Dit is hem dan. De W995. Ik kom zo meteen verder op terug. Zit erin. USB-kabel. Oordopjes. Speciale in-air. Speciaal voor de verschillende maten van de oren. De oplader en speciaal hier ook. Stop je in je W995 hier ook en dan kan je hier ondertussen tijdens het opladen gewoon nog muziek luisteren. Ideaal. En de batterij, de accu. En hier in dit vak zit nog de CD-ROM en de boekjes. Het pakket in Nederland krijgt 64 codes om films te downloaden voor op deze Sony Ericsson. Die mag je maximaal 90 dagen bekijken en dan verlopen ze. Helemaal gratis en het zijn gewoon de nieuwste films. Het beschikt over een 8.1 megapixel camera met flitser, 16 keer digitale zoom, stereo speakers, ingang voor de USB-kabel, de oplader en ook de oortelefoontjes. Wil je je eigen oortelefoontjes doen, dan kunnen die hierin. Hij heeft ook wifi voor draadloos internet binnen zijn huis en dat werkt super. En twee gratis 8 GB geheugenkaartje krijg je erbij. Je krijgt ook een gratis speaker setje voor je W995. De nadruk van dit toestel ligt vooral op video. Dus video bekijken. En de beeldkwaliteit is echt heel erg goed. Speciaal standaardje. Ja, super. 2,6 inch scherm. Geen touchscreen. Hier ook snelkoppelingen. Of tenminste de sneltoetsen. Voor het gebruik van de Walkman. Pak even onze simkaart erbij. En de accu. Het vraagt even. Even nou kijken. Klikken we hem weer dicht hier ook. Hier zit een sensor in die zich aanpast, tenminste het beeldscherm past zich dan aan de omgeving. Deze tweede camera die kan je alleen gebruiken voor videobellen en niet
voor foto's te maken. Zelf menu. Een pluspunt vinden we al gelijk de batterij. We hebben 6 uur onbeperkt, tenminste aangesloten op wifi gezeten. Er zijn wat je foto's gemaakt, sms berichten gemaakt en gebeld. En de accu was nog lang niet leeg. Het was nog voor 30% vol. Echt een pluspunt. Het hoofdmenu. Berichten. Agenda. Oh, contacten, sorry. In deze agenda. Instellingen, Walkman. Fotoalbum, alles. En hier ook. Je bestanden die je wil bekijken. Zoals track ID. Radio. En allemaal om je video's te bewerken en je foto's te bewerken. Internet, Play Now, kan je dingen kopen, zoals muziek voor je telefoon. De camera, GPS, navigatie dus. En je logboek.